De Zuid-Willemsvaart, de kanaal, zoals de Bossenaren zeggen, loopt door het centrum van de stad. Met de hand en met kruiwagens gegraven van 1822 tot 1826, tussen de Bos en Maastricht. Met zo'n 122 kilometer het langste kanaal in Nederland. Binnenkort wordt de beroepsvaart omgeleid en verliest het deel van de Zuid-Willemsvaart dat door Den Bosch loopt zijn originele functie. Een mooi moment om met z'n allen na te denken over een nieuwe bestemming. Tijd voor nieuwe plannen. Tijd voor een nieuwe creatieve piramide, dit keer in de Brabanthallen. Meer dan 150 mensen hadden zich van tevoren ingeschreven. Allemaal van harte welkom. Leuk dat u met zo'n grote getale weer bent gekomen. Weer, het is nou de tweede keer van de creatieve piramide. Mij is gevraagd om een korte inleiding te geven. Ik zal het zo kort houden. Maar wat wel het allerbelangrijkste is van vanavond, dat we er een leuke avond aan elkaar hebben. Brabant Wonen is gastheer vanavond en wordt bij ontvangst vertegenwoordigd door Rob Bogaerts. Hermie van Ommeren, fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid, doet een woordje namens de gemeente. En tot slot vertelt Aart Wijnen over de opzet van de creatieve piramide en hoe we vanavond te werk gaan. Het City Change Center, een samenwerkingsverband van bossen, culturele instellingen en bedrijven, organiseerde alweer voor de vierde keer een creatieve piramidebijeenkomst. De bedoeling van zo'n creatieve piramide is dat bossen burgers met elkaar gaan brainstormen over een bepaalde plek in de stad. Zo kunnen ze zich rechtstreeks bemoeien met de inrichting van hun stad. Alle ideeën worden verzameld en dragen uiteindelijk bij aan het te vormen beleid van de gemeente. De opzet is simpel. We brainstormen in elftallen van gelijkgestemden. Zo'n elftal kan bestaan uit kunstenaars, etnische groeperingen, architecten, vuilnisophalers, scholieren of bijvoorbeeld uit mensen die allemaal op Driehoog wonen. Na een eerdere creatieve piramidesessie over het gehele tracé van de Zuid-Willemsvaart zoomen we vanavond in op een deeltraject van de kanaal. Het gedeelte tussen de A2 en sluis 0. De deelnemers kunnen in woord en beeld hun ideeën kwijt. Eerst ieder voor zich en daarna worden de beste ideeën verzameld op grote posters. Hierop kunnen ze met kleur verschillende routes aangeven. Zoals een groene route, een stedelijke route of bijvoorbeeld een rustige route. Men kan aangeven waar volgens hen bepaalde functies moeten komen. Zoals extra bruggen of tunnels. De beste ideeën uit de vorige piramidesessie krijgen ook een plek op de kaart. Deze sessie werd gehouden in het hoofdkantoor van Heijmans op 11 november 2006. Waar heeft ze dat gezien? Bij de vochte straat helemaal, hè? Ja, het mag hier, dus in een bochtje. In een bochtje, ja. Oké. Oranje, dat is met verkeer. Hebben we hier 349, dat is wel wandelroute, fietsroute en 9, dat heeft... Dat heeft u ingevuld? Ja, een fietswandelbruggen. Maar jij die hebt hier ook eentje geplaatst. Ja. Wat er hier overgaat naar modern. Groen op het water. Maar dat heb ik hier ook als een begin. Dit zijn drijvende vuurtoren. Nee, dit is roeien. Drijvende tuinen. Maar dan ga je hier van roeien naar het strand. Oh ja, roeien. Over naar de moderne kunst. Jachthaven, wat vind je? Roeien is hier, hè? Ja, maar dat kan dan mooi dicht op. Niemand heeft aan die bosbaan en die stad. Bootjes gedacht. Al die plezierjachtjes van die vijf. Gaan we nog verder zo. Ja. Hey, en die jachthaven, waar komt die? Kan jachthaven. Jachthaven? Heeft iemand een jachthaven? Nee. Ja, ik zit even over de Oosterplas zit ik in te vullen. Ja, ja. En, ik denk dat ik van die kant af mijn hoge flats moet beginnen. En zo langzaam. Dan moet je de kruiskamp neerzetten, die hoge flats. Nee, de kruiskamp die zit vol. Hey, het zou een heel mooie plek kunnen zijn ook voor de feesten en festiviteiten en evenementen. Die veroorzaken in de stad altijd heel veel overlast. Dat moeten we buiten de stad doen. Dus allemaal zo aan de Oosterplassen voor de stad. Ja, alle feesten en evenementen. Ja. Halverwege de avond worden de elftal in twee groepen verdeeld en gaan aan de slag met ieder een ander gedeelte van het traject. Wat zijn nu de beste ideeën voor deze specifieke plek? Deze worden verzameld op grote posters en daarna geeft ieder door middel van groene en rode stickers aan welke ideeën volgens hem of haar goed of slecht zijn. Gewenste routes, functies en wilde plannen worden op de kaart getekend. Niet helemaal
Zonder bossenbollen was de avond natuurlijk niet compleet. Aan het eind van de avond worden we met z'n allen langs de resultaten van de elftallen geleid. Ieder elftal ligt zijn beste ideeën toe. Oké, dit zijn de results of Group 8. De eerste is de watertoren, restaurants of iets dergelijks maken en renoveren. Dus de watertoren die allemaal bekend is hier als toren, die kreeg de meeste stemmen. Tweede is een jachtwerf op het terrein waar de Campina nu gevestigd is. Het tweede, ook met plus 6, is uiteraard die Lambooibrug, die moet onmiddellijk verdwijnen. Daar moet een laag brug komen in het verlengde van de Gestelse weg. Aan deze tafel zaten een aantal kinderen bij elkaar, niet helemaal, een elftal mag er bijna. Er zijn een aantal dingen bij ons beperkt op dit gebied. Wat wij heel belangrijk vonden is dat de volkstuins die daar zitten en die nu dreigen te verdwijnen, dat die toch een plek blijven krijgen. Wat we gedaan hebben is verbindingen aanleggen van kanaal naar Oosterplas naar de Haar. Met heel veel kleine kanaaltjes, daartussen allemaal kleine volkstuineilandjes. Dat kan bevaarbaar worden. En onder water ook graag een in glas gezette stilteplek. Dankjewel. De vastgoedondernemers. Wij willen van wonen op het water. Wonen op het water. En wonen op het water. Eigenlijk willen wij wonen op het water. Wonen op het water. En na deze inspirerende avond natuurlijk nog napraten onder het genot van een hapje en een drankje. Het was nog lang onrustig in Den Bosch.